Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. De openingsgoal van Alvarez. Na een prima aangesneden hoekschop. En het openingskwartier dat voor Ajax nog geen grandioze doelpogingen of kansen heeft opgeleverd. Krijgt wel een snel vervolg met een standaardfase. Waarbij Ajax een eerste verschil maakt. Zelfvertrouwen aan de bal. Straalde het alvast wel uit, zeker. Zwolle achter de bal, achter de feiten ook. En daar is bijna feit nummer 2, de 2-0. Net ook een vooral fitte kern. Nu dan een afgeweken bal. Ja, zo kan het ook. Berghuis. Ik denk wel dat hij de goal op zijn naam zal krijgen, maar hij was niet de man die als laatste de bal raakte. Om het kwartier een goaltje, dat is de balans na een half uur spelen. Maar het is Ajax 2, Rangers voetbalclub 0. Sterk werk en wauw, 3-0. Dat gemiddelde zit niet meer goed van om het kwartiertje een doelpunt. Want wat snel komt daar een gigantische goal van Mohamed Kudusa. Kreeg een beetje de voorkeur op Brobby. Daar zwaaide wat in het oog van Bessie. Hopelijk valt dat mee. Van op afstand. Een parade. Opgepikt door Tadic. En misschien de overtreding. Maar eigenlijk heeft Tobias Stieler nog geen werk gehad, de Duitser. Tadic. Nogal centraal. En dus McLaughlin die niet zonder moeite wegfrommelt. Eens de groepsfase match. Waarbij je al een half voetbaluur niet eens hoeft. Want het is gemaakt, het verschil. En dit is wel een hele behoorlijke slalom. Rabi Matondo wat voor elkaar krijgen. Dit is anders ook wel een poging. Van Kent. Hier is het uitkijken. Bergwijn gaat hij het doen. Ja hoor. Eindelijk is hij een doelpuntenmaker in de Champions League. Ai, het zal toch niet zijn dat net nu hij zich heeft geblesseerd, of is het maar kramp? Taylor helpt hem een handje. En toch moet hij daarmee uitkijken. Geeft Bergwijn aan. Er staan wat
wissels te gebeuren. Dat is mooi uit de lucht geplukt. Maar ook helemaal als cadeau weggegeven. En dan zit het ook niet mee voor Ryan Kent, die daar toch een eerder had kunnen meepikken. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.